Gezonde supermarktpizza's, geloof het of niet, maar ze bestaan. Wij hebben de test gedaan. Of beter, Nathalie, onze gezondheidsexpert, heeft de test gedaan. Wij hebben 65 exemplaren gecontroleerd, als ik me niet vergis. Hoeveel gezonde pizza's waren er dan bij? Wel, we hebben er 4 gevonden en die we als betrekkelijk gezond kunnen beschouwen. En 7 die Nutri-score A behaalden. Maar een gezonde pizza, wat moet ik daar mij bij voorstellen? Wel, daar ligt niet te veel kaas op. Niet te veel bewerkt vlees of best geen bewerkt vlees. Niet te veel vet, niet te veel zout, veel groentjes en je eet er ook best niet te veel van. Maar laten we nu eerlijk zijn, dat klinkt nu toch niet als de gemiddelde pizza die je in de supermarkt kan vinden. Dat is ook niet zo. Het vetgehalte van die pizza's ligt gemiddeld hoger dan de aanbevolen hoeveelheid. 4 op 5 is te vet. Ze bevatten ook vaak te veel zout, te veel vlees, te weinig groente en zijn niet volkoren. En zout is het grootste werkpuntje. Er moet echt wel minder zout in die kant-en-klare pizza's. Maar zo'n pizza, ja, dat eten we toch uitzonderlijk. Oké, dat is vet, dat is zout, maar dat is toch geen dagelijkse maaltijd? Ja, dat klopt voor sommigen inderdaad. Maar sommige mensen zien het ook soms echt als een volwaardige warme maaltijd. En dat kan ook, maar dan moet je gewoon kiezen voor een gezonder alternatief. Maar er zijn gezonde alternatieven, dat weten we al, maar toch maar een handjevol. Ja, maar je kan best ook nog andere keuzes maken. En zo is een diepvriespizza ook altijd een goede optie, omdat die doorgaans iets minder rijkelijk belegd zijn, daardoor iets gezonder. En ze bevatten ook minder additieven en minder schadelijke additieven. En je kan eigenlijk ook altijd kiezen voor een pizza margarita, omdat je die kan combineren met een salade of met er zelf extra groentjes op te leggen, voordat je hem in de oven steekt. Maar wat moet je best zeker mijden, zijn de pizza's met ham of de pizza's met 4 kazen. En die zijn eigenlijk het minst gezond. Oké, gezonder bestaat dus, maar heel belangrijk, ja, zijn ze ook smaakvol? Ja, we hebben de pizza's laten testen door een consumentenpanel. En eigenlijk waren alle 4 de pizza's, die gezondere pizza's, echt goed van smaak. Je hebt mij bijna helemaal overtuigd, Nathalie. Nog 1 ding. Hoe zit het eigenlijk met de prijs? Wel, de prijs is eigenlijk ook schappelijk. De pizza's zijn iets duurder dan een andere pizza, maar je kan ze eigenlijk al vinden voor 2,5 tot 4,5 euro. Dat valt goed mee. Misschien nog een laatste vraag. Kan ik ook zelf een gezonde pizza maken? Ja, dat kan je zeker ook. En dat is zeker even gemakkelijk dan een ongezonde pizza maken. Je begint gewoon best met volkorenmeel of een kant-en-klaar volkorendeeg uit de supermarkt. En dan beleg je die met niet te veel kaas, bij voorkeur met light kaas en ook met veel, veel groenten. Wil jij weten welke pizza's echt gezond zijn? Neem dan zeker eens een kijkje op onze koopwijzer op testaankoop.be. Thank you.